Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je moet er wel bij komen staan. Anders. Kijk, je ziet nou precies. Kijk, nou sta je erop. Hallo. Kijk, wat we dus vandaag gaan doen is proberen rivierkreeftjes te vangen. Yep. Het was al een tijdje terug op de tv dat het moeilijk zou zijn om die te vangen. Wij gaan het gewoon proberen. En daar hebben we voor gemaakt deze fuik. Kijk. En deze fuik hebben we een vis ingehangen. Want die rivierkreeftjes die eten eigenlijk alles wat ze kunnen vinden. En als ze een vis kunnen vangen, eten ze hem ook op. Maar als er een dode vis ligt of wat dan ook, eten ze hem ook op. Dus in deze fuik kunnen ze hierin. Dan kunnen ze erbij. En dan, als het goed is, gaan ze er dan niet meer uit. De kleintjes kunnen wel door de gaas. Dus misschien moeten we er een keer eentje maken die wat fijnere gaas heeft. Maar voor nu gaan we deze proberen en dus ook de grote vangen. Dus ze kunnen er van twee kanten in. En dan gooien we hem in het water. En dan van daaruit laten we hem liggen. Komen we morgen vroeg terug om te kijken wat erin gaat zitten. Dus dat gaan we doen. Of niet, Brian? Ja, we gaan het doen. We hebben hier nou de fuik. Visje erin. Touwtje. Zekerheid. En dan gooien we hem erin. En tot morgen blijft hij dan liggen. Dus daar gaat hij. 1, 2 en 3. Hoppakee. Hij zinkt mooi naar de bodem. En dan doe ik nog even het touwtje een beetje wegwerken. Als dat klaar is, morgen weer terug. Zo, het is weer een dagje later. En nou gaan we kijken of dat er dus kreeftjes in zitten. En dan moeten we hem dus het touwtje pakken wat we hier hebben liggen. Dan trek ik gauw door, want dan hoop ik dat als er iets in zit, dat het dan ook blijft zitten. Waarschijnlijk gaat het gewoon aan. Ja, we hebben beet. Kijk, hier, daar. Er zit er een aan de buitenkant. Hier. Oh, er zit er zelfs ook eentje aan de buitenkant. Kijk. Laat los. Ja. Kijk eens. Wat een schaar. Een kleine en een grote. Zie je dat? Doe hem even hierin. Hop. Ik kan zien dat door de temperatuur dat ze nu wat trager zijn dan in de zomer. Blaadje loslaten, zo ja. Hoppatee. Die buitenste kan je misschien proberen. Ja, maar die houdt de gaas vast. En voor een goeie. Nou, laten we hem nog even los. Hij gaat dadelijk wel. Hier in de hoeken zitten er ook. Zie je dat? En hier een klein beetje. En hier hebben ze er zitten eten, zie je? Ze hebben de vis een stuk opgevreten. Mm-hmm. Hey, daar rammelt er eentje. Kom maar. Ja. Hoppakee. Hopsa. Kijk, hopsakee. Dit is de buiten van vandaag. Hoeveel hebben we er, Brian? Ja, ik kan niet tellen, nee. Ze liggen allemaal bij elkaar, dus dat kan je niet meer goed zien. Nou kan we er wel eentje mooi pakken, die mooi laten zien. Even kijken. Kijk. Alleen ze doen ze staart nou helemaal in.
En dan kun je zo met je vinger kan je zo de schaar pakken. Wat een joekel. Kun je die ook zo met je vingers? Moet je zo maar niet doen. Ja, ze zijn nu een stuk trager als in de zomer. Zo, 9 stuks hebben we er gevangen. Ik heb ze even goed geteld. Ja, het zijn hele mooie beestjes verder. Maar ja, ze hebben hier eigenlijk niet veel natuurlijke vijanden. Dus kan je er heel veel krijgen in zo'n plas als deze. Maar ze zijn prima te vangen met de fuik. We gaan hem gewoon nog een keer zetten en dan kijken we wat we morgen kunnen doen. We doen ze nog eventjes in de emmer en dan gaan we de fuik opnieuw zetten. Zakt weer mooi naar de bodem. Zo, touwtje even wegwerken en dan gaan we morgen weer kijken. Tot morgen! Zo, ik heb ze even mee naar huis genomen. En dan gaan we even kijken of ze een beetje actiever worden. Nu dat ze hier in een kruiwagenbak zitten, dat we ze even beter kunnen bekijken. Kijk, een hele grote. Kijk of je mijn duim ook pakt. Oh, valt mee. Wat een beesten. Kijk, onderkant. Hallo. Kijk, en ze hebben hier aan de poten ook verschillende knijpertjes zitten. En deze ook. Zo. En dan bijt hij. Dan laten we hem gewoon weer rusten. En dan laat hij weer los. Kijk. Zo, een nieuwe dag is aangebroken en we zijn weer terug. We gaan weer kijken of we nieuwe kreeftjes in de fuik hebben zitten. Dus we gaan hem weer ophalen en kijken wat erin zit. Weer een paar. Kijk, 1, 2, 3, 4, 4. Het is niet meer. Kom maar, jongen. Even loslaten. En nog eentje met flinke scharen. Joehoe!
Dus als ze je vastpakken, zo, dan doet dat zeer. Maar als je ze neerzet, dan voelen ze als het goed is weer grip. En dan laten ze hem zelf een keer los. Duurt misschien maar 10 minuten. Niet zo'n grote, oh, die heeft maar een grote schaar en een kleine schaar, dus die zal wel gevochten hebben met iemand. En dan, ja, dan moet hij weer een nieuwe schaar groeien. Zo, echt leeg. Ja, leeg. Zo, dat was die weer. Dus dan hebben we 9 en deze 4. Gaan we ze straks even bij elkaar doen. Zo, we zijn weer terug met de emmer. Hebben ze allemaal weer magische bij. Magische emmer. En zeg jij ook eens wat? Magische emmer. Magische emmer. Okay. Dan zullen ze even laten zien. Pakken we eventjes de camera erbij. Dan kunnen we even laten zien wat we hebben. Kijk, dat zijn er dus hoeveel, Brian? 13. Dat zijn er dus 13 stuks. Nou, wij gaan ze gewoon weer terugzetten. Dus, maar ze zijn dus te vangen. Alleen als het wat warmer weer is, dan zijn ze actiever. Dus dan is het ook denk ik makkelijker om ze te vangen. Brian, laat ze gaan. Oké, ik laat ze wel. Oké, nu moeten ze nog even weg zien te komen. Ja, dan moeten ze weer even ontdooien. En rustig wandelen ze weer het water in. Kijk, die gaat al wat verder erin. Die loopt achteruit. Die loopt achteruit. En zo gaan ze allemaal wel weer terug in het water. Dus dit bewijst wel weer dat we wel rivierkreeftjes kunnen vangen. Het zou beter zijn met warmer weer, want dan zijn ze iets actiever. En ja, vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan even wat duimpjes. Nee, Brian. En klik op de bel. En klik op de bel en doe subscriben of weet ik wat je doet. Maar dat komt goed. Tot de volgende keer. Oh ja.